Hij zit naar zijn eigen hand. Kijk, ja, die is ook heel leuk, hè? Hallo Robin. Hi. Wie heb jij vandaag meegenomen? Dit is onze zoon Javani. En hoe oud is Javani? Javani is bijna 9 maanden. Is het een goede eter? Ja, hij eet heel goed, hij slaapt heel goed. En ja, het is een heel, heel tevreden en blij kindje. En wat voor voeding geef jij je kindje? Ik geef Nutrilon Duo Balance op opvolgmelk 2. Hoeveel flesjes geef je per dag? Javani krijgt nog 3-4 flesjes per dag. En heb jij een bepaald voedingsritueel? Ja, hij wil zo snel mogelijk de fles drinken. En dan is een rustig moment en een rustig plekje voor hem heel belangrijk. Ik hoor hem nog. Ja. Hij roept om eten. Ja. Hij heeft trek, denk ik, ja. Ja, ja, hij is klaar. En wat is voor jou nou het meest fijne voedingsmoment? Omdat hij dus zo druk is en al bezig is met kruipen en hij wil zitten en hij wil alleen maar spelen, vind ik die voedingsmomenten juist fijn. En dat je zeg maar echt één op één met elkaar bent en dan kan ik hem ook helemaal bekijken, rustig, en hij mij. Laat jij je weerhouden om naar buiten te gaan omdat je denkt, oh, dan kom ik in een probleem met voeden en dat soort dingen? Ja, ik ga dus heel graag wel de deur uit, ook met allebei de kinderen. Ik neem hem overal mee naartoe en ik neem zijn tas inderdaad ook mee en daar zit alles al in. Een thermoskan met de juiste temperatuur en water en dan de doseertorentjes en dan het flesje, dus ik neem gewoon alles mee voor onderweg. Dus ja, zo maak je het jezelf ook makkelijker en dan ja, gaan we gewoon heel erg leuke dingen doen met z'n drieën. Als je nou vragen hebt, of aan wie stel jij die dan? Nou, ik kan altijd bij mijn moeder terecht en bij vriendinnen die ook kinderen hebben. En als ik echt een persoonlijke vraag heb of dingen waar ik niet uitkom, dan bel ik het Nutritia Care Team. En ja, daar kan ik gewoon echt één op één vragen stellen en dan krijg ik dus ook echt hele goede antwoorden waar ik iets aan heb. Hi, goedemiddag met Robin. Hoi, goedemiddag. Ik had een vraagje. Mijn zoon die is bijna 9 maanden. En hij drinkt heel goed, alleen hij drinkt heel snel en hij raakt heel snel afgeleid. Daar heb ik een hele makkelijke tip voor. Toch een steen gaan gebruiken met een wat kleiner gaatje. Waardoor hij echt wat meer moeite moet doen voor het leegdrinken van de fles. En wat betreft het afleiden, zorg inderdaad dat hij niet geprikkeld raakt. Hè? Dat er wat meer rust is. Of, kan je zo wat met de tips die ik heb gegeven? Ja, zeker. Ja. Als je het fijn vindt, kan ik je ook over een week of twee nog eventjes terugbellen om te kijken hoe het gaat. Super lief. Ja, heel fijn. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Fijne dag nog. Dag. Ik ga gelijk nieuwe speentjes halen. En ook heel erg fijn dat ze dus terugbelt later. Wat zou jij andere moeders nog als tips mee willen geven? Luister heel erg naar je eigen moedergevoel. Gezondheid. Want jij weet als moeder zijn echt wel wat goed is voor je kind. Fijn dat we even langs mochten komen. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. En jullie ook bedankt. En ga zwaaien naar de kijkers. Bedankt dat jullie keken. Doei doei. Hij zit naar zijn eigen hand. Kijk, ja, die is ook heel leuk, hè.